Dinsdagavond speelde NEC de tweede ronde van de KNVB-beker thuis tegen Achilles. Na de wedstrijd spraken we met Kevin Jansen en trainer Adrie Bogers. Ja, het was volgens mij een echte bekerwedstrijd waarin, zoals je zei, heel veel strijd en voetbal. Maar ook behoorlijk tumult met een aantal beslissingen die genomen werden. Hoe kijk je daarop terug op zo'n videoscheidsrechter? Want die Hiegelen, de scheids, staat er in principe 3 meter vanaf. Moet hij dat niet zien? Ja, ik weet uiteindelijk nog steeds niet zeg maar, hoe die beoordeling daarin is gekomen. En de uitleg tijdens de wedstrijd was voor mij ook heel onduidelijk. Waardoor je wel een bepaalde irritatie had dat het een soort van willekeur was. Dus daarom heb ik na de wedstrijd ook aan de scheidsrechter gevraagd. Van, leg me nou precies uit hoe die beslissingen tot stand komen. Want uiteindelijk was het ook zo dat de vierde man tijdens de wedstrijd informatie gaf. Waarvan ik dacht van ja, dit is eigenlijk heel onduidelijk wat je nu aangeeft. Dus, ja. En wat zei die toen? Nou, hij zei in eerste instantie, kijk, Alberto kreeg een gele kaart en werd vervolgens een rode kaart, wat beoordeeld werd door de videoref of door de scheidsrechter. En in de tweede situatie kreeg die speler van Achilles een gele kaart, wat eventueel ook rood had kunnen zijn. En toen vroeg ik aan de vierde man van, ik zeg dat moet normaal een rode kaart zijn volgens mij. Hij zegt, ja, hij is beoordeeld als geel. Ja, en dat was voor mij heel onduidelijk, want ja, in onze situatie was Alberto ook beoordeeld als geel en vervolgens nog veranderd. Dus ja, meer de uitleg daarin begon ik te twijfelen dat ik dacht van ja, hoe zit het nou? Ben je tevreden over het veldspel vanavond? Nee, wat ik al zei, was helemaal niet. Zoveel ballen onnodig verloren. Eigenlijk iedereen uit het elftal. Ik denk dat we ook wel weten, maar goed, het is bekerwedstrijd en die moet je gewoon winnen en dat hebben we gedaan. Dus. Nou, bij vlagen wel. En het feit dat je natuurlijk met 10 man komt, daardoor ging je plan niet zozeer overboord. Maar dan krijg je toch een andere manier van voetballen. Dat hebben we behoorlijk gedaan. Alleen in de eindfase denk ik moet je nog besluitvaardiger zijn en kun je nog meer doelpunten maken. Maar uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat we ronden verder gaan. Ja, hoe was het weer om in de basis te starten? Ja, lang geleden. Nee, ja, vooral zeg maar in het eerste elftal is natuurlijk heel lang geleden. Ik een maand of 11 geleden en voelt goed. En als je nu vooruit kijkt naar de loting, moet toch vragen, wat hoop je dan? Nou ja, het zou mooi zijn als we thuis kunnen spelen en thuis zijn we gewoon sterk. En dan maakt het me niet zoveel uit wie er thuis komen of gewoon een mooie topwedstrijd of iets anders. Het belangrijkste is dat we door zijn. Nee, maakt mij geen... nou, laten we er gewoon in. Maakt mij geen reet. Nee, ik lekker thuiswedstrijd zou mooi zijn en dan... Ja, dan kunnen iedereen wel wat eruit knikkeren, denk ik. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.